Vanavond om 11:55 praten Geert van Oorschot, Karel van het Reven en Charlotte Timmer over de Russische bibliotheek. Al 40 jaar werkt van Oorschot aan deze inmiddels legendarische boekenserie. Ja, God, grootste prestaties. Dat zijn allemaal van die grote, dikke woorden, meneer. Ik heb daar met veel genoegen en plezier aan gewerkt, zo. Maar of dat nou mijn grootste uitgeversprestatie is geweest, het was een aardige prestatie. Straks dus om 11:55 in Nederland C. Maar daarvoor het journaal en Den Haag Vandaag. En daarin aandacht voor de installering van de PEP, de parlementaire enquêtecommissie premiesubsidie. Plus een interview met de voorzitter, de heer De Vries. En verder houdt onze parlementaire rubriek de vinger aan de pols in de zaak Rost van Tonningen. Nu eerst verder met Postbus 51 mededelingen.